Voor de service technici geeft de Field Service Mobile App inzicht in het geplande werk. Ik ben Alan Reed. Waar ga ik nu naartoe? Op het hoofdscherm ziet hij het geplande werk voor vandaag. Via de kalender kunnen ook de andere dagen worden getoond. Door een geplande afspraak te selecteren verschijnt de work order. Bovenin ziet Alan de meest interessante gegevens. Vanuit dit scherm kan hij echter nog veel meer doen. Hij kan bijvoorbeeld de locatie van de klant doorgeven naar een routeplanner. Hij kan de contactgegevens inzien en de klant eventueel bellen of een bericht sturen. En hij ziet het gekoppelde asset. Ook heeft hij de beschikking over vooraf gedefinieerde acties die hij kan opstarten. Deze acties zorgen ervoor dat bepaalde handelingen snel en efficiënt kunnen worden uitgevoerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het doorgeven van vertragingen, het starten of beëindigen van de werkzaamheden, het uploaden van foto's die hij tijdens de werkzaamheden heeft gemaakt, het aanmaken van vervolgbezoeken of het bestellen van onderdelen. In dit scherm kan Alan ook eventueel verbruikte onderdelen opgeven. Inventory management kan dus ook zeker onderdeel zijn van de field service mogelijkheden. In dit scenario is Alan klaar met de werkzaamheden. Hij laat de klant de werkbon digitaal ondertekenen. De inhoud van de werkbon X is geheel flexibel in te richten en wordt als PDF in Salesforce aan de service appointment gekoppeld. Hier vandaan kan de werkbon eventueel ook met de klant worden gedeeld. Tot zover de demo van Salesforce Field Service. Ik heb 3 belangrijke stappen in het Field Service proces laten zien. Support binnendienst, het aanmaken van een case, planners en dispatchers, het werken met de Field Service kent en het inplannen van het werk, en de service technici, het afhandelen van het serviceverzoek via de Field Service Mobile App. Ik hoop dat u een goede eerste indruk heeft gekregen van de mogelijkheden van Salesforce Field Service. Zoals ik al eerder benoemde, is dit maar een fractie van de mogelijkheden die beschikbaar zijn. En kom ik dan ook graag met u in contact om met u de specifieke use cases voor uw bedrijf te bespreken.